Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Your Car Video's met vandaag iets heel anders op het programma, namelijk een snoek. Voordat we gaan beginnen, klik alvast op abonneren als u meer reviews en reportages wilt zien van alles wat op vierwielen rijdt. Het tweede dat vandaag anders is, is dat ik deze auto niet alleen presenteer, maar samen met niemand minder, Menno Kiel. Hey hoor. Hoi. Want ik heb namelijk geen idee waarom deze auto zo bijzonder was. Is. Was. Het is een beige Citroën van 50 jaar oud. Nou, ga maar zitten en dan laat ik het je zien. Oké. Okay. Wat geluid ook. Van die knippers. Geweldig. Nou, Menno, we zijn onderweg. In deze Citroën DS. ID. Oh ja, Citroën ID is dit, hè? Ja. Maar wel een snoek. Maar wel een snoek. En wat is dan het verschil met een DS? Nou, dit is een iets betaalbare variant van de DS, want dat was gewoon een hele dure auto voor die tijd. Ja. Dus 2 jaar nadat de DS op de markt kwam, in 1955, kwam Citroën met de ID. Oké, okay. Goed idee. Ja, en vond ik ook. Wat is wat voor blok ligt erin? Een 1,9 liter 4-cilinder lijn. Met hoeveel pk? Ja, nog geen 100. Dat is wel weinig. Ja. En een versnellingsbak? Dit is een 4-versnellingshandbak. Ja. En dit is dus niet de halfautomatische Citromatic versnellingsbak. Hier moet je dus zelf schakelen. Die Citromatic bak die ligt dus in de DS. Want ik zie jou nou flink aan dat dingetje zwaaien. Ja, dat moet dus ook, want de Citromatic bak die koppelt en ontkoppelt voor jezelf. Ja? En hier moet ik het doen. Ja, en dat is ook een maf stuur, vind ik. Ja. Met een asymmetrische, hoe noem je dit? Ja, het staat expres uit het lood. Oké, okay, dat is de bedoeling. Ja, het is Frans, hè. Oké. Okay. En ik heb ook gezien dat die Citroën DS die heeft zo'n raar champignonnetje om mee te remmen. Ja, dat heeft deze dus ook niet. Ja. Maar dat is zo'n heel fijn remsysteem. Als je weet hoe je het moet bedienen, kan je dus met de kracht van je grote teen de remafstand bepalen. En hoe zijn deze remmen? Slecht. Oké. Okay. Nee, het is gewoon bijna door de bodem heen trappen. Oké. Okay. En dat dashboard, dat ziet er ook een beetje mef uit. Hoe zit dat precies? Pas op je woorden. Het kraakt nog steeds niet na 50 jaar. En dit was in der tijd het grootste uit één stuk bestaande injection molded plastic. Het was stevig. Ja. En die stoelen zijn ook heel comfortabel. Hoe vet is dat? Ja, echt onwijs lekker zacht schuim waar je helemaal inzakt. En ook onder je voeten ligt nog een of ander dik matras. Ja. Maar het ook heel lekker zacht is aan je voeten. Ik wil ze ook even een stukje rijden. Ja, moet je doen. Die eentje voor je opkomen. Het beweegt een beetje alle kanten op deze auto. Hier ga ik even over een drempeltje heen. Nou, het voelt echt heerlijk. Appeltje eigen. Ja, een heel groot stuur. Met een hele dunne rand. Ja. Gebruikelijk voor die tijd. En even wennen dat je eigenlijk zelf je knipperlicht even uit moet zetten. Nou dat ja. Anders. Dat is nogal te overzien. Ja, zeker. Maar hoeveel comfortabeler moet die DS wel niet geweest zijn? Als je niet zelf hoeft te schakelen, oh ja. Het schakelmoment hoeft te kiezen. Ja, zeker. En gewoon met de minimale druk van je grote teen je remafstand kon bepalen. Daartoe zelfs nog geholpen door de dashboard, want de remafstand in meters werd op het dashboard aangegeven. Bij de Citroën DS, hè? Ja, bij de DS. Ja. Het is echt wel heel leuk om in te rijden. Ja. Dat schakelen, dat bent eventjes, maar dat voelt dan ook wel heel lekker om aan zo'n zo'n pook te trekken. En je zit een beetje hoog op deze marshmallow cushions, maar voornamelijk dat comfort als je over een heuveltje rijdt of iets dergelijks. Alsof je in een hele moderne limousine rijdt eigenlijk. Ja. Het heeft ook wel iets statigs, deze auto. Alsof je een belangrijk persoon bent als je hierin rijdt. Ik weet niet hoe dat precies komt. En je voelt je ook wel voornaam. Voornaam. Ja. En veilig. Op je tapijt. Ik voel me ook wel veilig. Ja. Nou, weet je wie zich nog meer veilig voelt in deze auto? Nee. Franse president Charles de Gaulle. De Gaulle, ja.
overleefde een moordaanslag in 1972 door de OAS. 140 kogels troffen zijn gepantserde DS. Wow. En met vier lekke banden heeft hij gewoon succesvol met zijn chauffeur de scene of the crime ontvlucht. Wow. Hey, heb je nog meer weetjes over deze auto? Het dak is van fiberglas, een revolutionair materiaal voor die tijd. Dat resulteert in een lager wagengewicht en een lager zwaartepunt. Fransen zijn natuurlijk eigenzinnig, maar niet achterlijk. Ze hadden heus wel door dat laaggeplaatste achterlichten slecht zichtbaar zijn. Vandaar dat de Clio-auteurs in deze mooie, vergroomde, helaas niet originele trompetten zijn gemonteerd. Lekker band in je snoek? Nou, dat is minder ingewikkeld dan het lijkt. Slechts één moer om los te draaien. Een chassissteun en de auto in zijn hoogste stand. En je kunt het wiel vervangen. Je voelt je misschien wel helemaal de daddy met je frameloze portierramen in je 3-serie coupé. Maar deze auto had het al. In 1968. Onder de motorkap van de snoek vallen de bollen van het hydropneumatische veersysteem op. Het reservewiel dat nog voor motor en ventilator ligt. En de 1,9 liter grote 4-cilinder wat oorspronkelijk een 6-cilinder boxer had moeten zijn. Maar helaas, het ontwikkelingsbudget was op. Zoals het betaamt bij een dergelijke aerodynamische auto zijn de koplampen onder een glazen afdekplaat gemonteerd. Interessant is dat de binnenste koplampen meedraaien met de rijrichting. En er is een klepje om handmatig vanuit de motorruimte vliegen of eventueel condenswater van het glas te verwijderen. Oké, Menno, bedankt voor deze korte informatie-douche. Waterval. Ik ga even deze auto aan de kant zetten. Zo hoor. Veer ervan. Bijzonder. Een bijzondere auto en ik snap nu wel waarom die zo belangrijk is, wat jij zei. En met name door die vering, die hydropneumatische bolvering, die koplampen en nou ja, gewoon het hele design van deze auto. En ja, het is een auto met mooie vrouwelijke vormen. Het is een dame. Een dame en ik ben eraan aan gaan wennen. Ik vind hem mooi. En het is ook mooi om te zien op deze dag met het witte landschap door de sneeuw. En alsof je in een soort van klassieke film zit. En ja, het was heel cool om dit te kunnen doen. Dus bedankt. Ja. En jullie ook bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Ciao. Ciao.